Hey hallo en welkom in een nieuwe video. Lens hier opnieuw met uh, een aantal inzichten van deze week. Um, ik ging de video buiten opnemen, maar eigenlijk is het een beetje te warm um, om nu in de zon te zitten zonder bescherming. Dus heb ik dan besloten om de video hier uh, toch binnen op te nemen. Nu, um, vandaag gaat het thema eigenlijk over emoties. En eh, niet zomaar emoties, maar vooral hoe dat je kan leren om je emoties op een zuivere manier te interpreteren. Zodanig dat je nog beter weet wat die um, emoties betekenen en wat voor jouw hoogste goed is. Zoals je misschien wel weet, dan zijn emoties de taal van je ziel. Alleen um, heb ik de laatste jaren ontdekt dat er soms iets verkeerd gaat in de vertaling daarvan. Waardoor dat we eigenlijk dan zeggen. Ja, ik heb die keuze gemaakt, want nogthans voelde ik een groep in mijn maag. Of ik had angst, uh, of wat dan ook, of wat, welke emotie dat het dan ook was. Dat is nu op een negatieve manier uh, uitgelegd. Het kan ook omgekeerd zijn. En gezien dit thema ook deze week al bij verschillende klanten aan bod kwam, wil ik er jou in deze video wat uh, meer uitleg over geven. Nu, een van mijn klanten zei als antwoord, blijkbaar wil mijn fysieke gewaarwording niet altijd zeggen dat iets niet oké okay is. En dat klopt ook, want wanneer je bijvoorbeeld de knoop in je maag voelt, nadat wanneer je keuze moet maken, dan kan dat ook veroorzaakt worden door andere zaken dan enkel het feit dat de keuze die je zou maken de verkeerde is. Het fysieke ongemak dat je dan bijvoorbeeld voelt, dat kan ook angst zijn, maar die gecreëerd wordt door het ego, waardoor het eigenlijk een illusie is. En vaak is het zelfs eigenlijk een reactie als een conditionering op iets wat je vroeger meegemaakt hebt, waardoor je lichaam eigenlijk er zo op reageert, enkel en alleen als een herinnering aan het verleden. Maar je verleden is niet de toekomst, en dus is het belangrijk om hier ook bewust mee om te gaan. Zelf heb ik ook een hele tijd met dit uh, geworsteld om uit te gaan zoeken van, maar wat wil die emoties nu echt zeggen? Want uiteindelijk, als emoties de dus taal van je ziel zijn, dan kun je toch gewoon ervan uitgaan als ik me slecht voel dat het slecht is. En, en daar gaat het eigenlijk verkeerd. Want uh, we interpreteren ze niet altijd op een zuivere manier. En toen dat ik begreep dat emoties niet altijd zijn wat we denken dat ze zijn, kan ik het, of kon ik het omkeren. En jij, dus nu ook. Nu, doorheen onze ervaringen in het verleden hebben we eigenlijk allemaal geleerd dat je een, wanneer je een slecht gevoel ervaart, dat je dat mag koppelen aan het zal wel niet goed voor me zijn. Of het is beter dat ik het misschien niet doe. Maar eigenlijk is dat een verkeerde manier waarop we emoties interpreteren. Zo kan je bijvoorbeeld angst voelen op het moment dat je um, buiten je comfortzone gaat gaan treden. En door net buiten je comfortzone gaan treden, ga je gaan groeien. Maar als je angst op dat moment als een raadgever ziet van oei, het is misschien beter dat ik het niet doe, dan ga je nooit buiten die comfortzone treden en ga je nooit verder gaan expanderen en gaan groeien. Dus emoties, zeker als het gaat om je negatief lacherende emoties, vragen jou meer nog om te kijken naar wat je denkt. En dus niet automatisch het als een, als een bevestiging nemen dat de keuze die je wilt gaan maken not done is. Dus voor een stuk zit het not done of de verkeerde weg er wel in, maar niet op de manier waarop je denkt. Maar wel eerder in het feit dat je verkeerd aan het denken bent. En dus te veel kracht weggeeft aan je ego op dat moment en aan hetgeen wat je geleerd hebt in het verleden. Nu Wanneer je bijvoorbeeld um, iemand bent die regelmatig gebruik maakt van externe bronnen, zoals tarotpandelen. Um, om informatie te ontvangen. Of gewoon zelfs wanneer je eigenlijk op voorhand een bepaald gevoel had over de situatie, dus je intuïtie, geef daar dan meer kracht en waarde aan dat eerste gevoel dat je hebt. Want dat is zuiverder. Want wat gebeurt er? Eenmaal dat eigenlijk door het fysieke contact met iemand, of met een bepaalde situatie bijvoorbeeld, um, dan kom je helemaal in de 3D-wereld. Met alle illusies en overtuigingen van die wereld. En. Je gedachten komen natuurlijk ook tussen en dus ook de vertekening van je verleden. En dat hoeft zelfs niet altijd jouw verleden te zijn, dat kan zelfs het verleden van iemand anders zijn. Of je hebt gehoord dat die gehoord heeft, dat die gehoord heeft, dat die ervaren heeft. Dus je denkt, ik denk dat je wel snappen wat ik wil zeggen. Dus kortom, is het is belangrijk om te leren vertrouwen op uh, wat hij eigenlijk afhankelijk doorkrijgt. En dus ontvangt vanuit die hogere energieën, via jouw gidsen, via jouw. Uh, uh, via jouw lichtteam, uh, via jouw intuïtie, hoe je het ook wil noemen. Dus wanneer je voor de eerste keer geconfronteerd wordt met een idee, met een vraag, met een, met een uh, bepaalde situatie, wees je dan bewust van wat je op dat moment voelt. Wat was het eerste dat je doorkreeg toen je met die keuze of situatie voor de eerste keer te maken had? Want dat is je ware leiding. En niet de valse bewijzen die er wel of niet zijn in de 3D-wereld, dus in je fysieke wereld. Uh, en ook niet de, de zaken die je dan eigenlijk nadien allemaal over nadenkt. Want wij zien niet altijd de volledige verhaling van een bepaalde keuze. Soms moeten we eerst een kleine omweg maken of iets anders doen om uiteindelijk bij dan hetgeen te komen wat we eigenlijk willen wensen. Uh, ik ga een voorbeeld geven. Misschien ben je op zoek uh, naar iemand om mee samen te werken. En, of nee, ik ga een ander voorbeeld geven. Uh, misschien ben je op zoek naar iemand uh, dat je wilt leren kennen om een relatie uit te bouwen. En dus als man of als vrouw uh, ben je op zoek naar iemand van het andere geslacht. Nu, een vriend van jou of een vriendin van jou van hetzelfde geslacht, die vraagt aan jou, ga je mee naar de cinema? Of ga je mee iets gaan eten? Of ga je mee iets gaan drinken? Terwijl je dan misschien op dat moment zou denken: van ja, maar nee, ik wil niet iets met jou gaan drinken of gaan eten of iets gaan doen, ik wil eigenlijk maar iemand nieuw leren kennen. Dus maar eigenlijk op dat moment brengt het universum jou via die andere weg, jou de kans om andere mensen te ontmoeten. Want misschien door net daarop in te gaan en ja tegen te zeggen, ga je misschien net op hetzelfde moment aanwezig zijn waar dat de liefde van je leven ook aanwezig zal zijn. Dus zie hoe dat het universum ervoor zorgt dat er heel veel puzzelstukken samenkomen. En uh, dat kan je alleen maar wanneer dat je eind inderdaad uh, loslaat om het zelf die verhaallijn volledig te gaan al zien en al zelf in te vullen. Dus laat het los en probeer niets uit te stippen vanuit controle. want je gedachten hebben maar een bepaald referentiekader. Terwijl het universum oneindig veel mogelijkheden heeft. En dus ook hier kom je dan weer tot het punt van overgave, van vertrouwen in jezelf, van open zijn om boodschappen te ontvangen en om telkens weer je grenzen te gaan verleggen. En dan zou je altijd op je pad lopen. En dan zou je ook weten en voelen welke keuzes je mag maken die voor ieders grootste goed betrokken zijn. Want soms is het ook zo dat uh, wanneer je voelt dat je keuze moet maken in hart en, en ziel, maar dat het eigenlijk in de realiteit. ...lijkt alsof het niet goed is voor iedereen betrokken... ...dan dat het eigenlijk op de lange termijn wel voor iedereen goed is. Maar dat kan je natuurlijk maar pas ervaren eens je die beslissing genomen hebt. Dus ook daar is het belangrijk om dan goed, voor jouw eigen, of goed naar je eigen leiding en je eigen uh, boodschappen te luisteren. Nu, wil jij ook leren hoe jij zelf die dergelijke inzichten ontvangt... ...en ze op een zuivere manier ook gaat gaan vertalen... Uh, en ze ook tegelijkertijd weer niet gaat overdenken, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan het Mentorship-traject Zelfrealisatie vanuit de hart, gedragen bewustzijn. Daarin leer je gedurende negen weken om die schaduwen en die geesten uit verleden te transformeren, zodat er steeds meer licht door jouw energie en dus doorheen jouw leven kan gaan schijnen. Nu, um, ik ga er voor, uh, voor deze video niet, te ver, of niet, te, niet veel dieper op ingaan, maar bekijk alvast zeker de link hieronder in de box. Um, en voor nu zou ik zeggen, ik kijk er alvast naar uit om met jou aan de slag te gaan. Want tenslotte is het uh, hart voor hart en ziel voor ziel de weg waarop dat we deze wereld en dus ook jouw leven uh, gaan verbeteren. Zo, dat was het voor vandaag. Ik wens jullie nog een fijne dag. Geniet van het mooie weer, of welk weer dan ook. En uh, zoals altijd, een oneindig veel liefde voor jou en het leven. Daag!